Vliegen zat er voor natuurfotograaf Jasper Doest uit Vlaardingen niet in afgelopen jaar. Corona hield hem letterlijk aan de grond. Maar daar waren ineens Olly en Dolly, twee stadsduiven die de hoofdrol kregen in een fotoserie die nu is genomineerd voor een internationale prijs. Ik zou een hele grote opdracht voor National Geographic gaan doen afgelopen voorjaar. Die ging niet door. En daar kwam mijn hele planning die kwam overhoop te liggen. En hoor je eigenlijk alleen maar negatief nieuws buiten. Dus daar word je dan mee gevoed en ik wist niet wat ik moest. En toen ben ik maar duiven gaan fotograferen die bij ons op het balkon probeerden te nesten. En ons balkon was ook het enige plekje wat ons eigenlijk met de buitenwereld verbond op dat moment. Dus daar wilden we heel graag zitten. Het was mooi weer. En die duiven wilden dat ook. En dan ontstaat er een spanningsveld. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant. En voor ik het wist kwamen die duiven, die kwamen de keuken binnenlopen. Die kwamen broodkruimels eten onder de eettafel waar zij wel eens iets lieten vallen. Dus die namen langzaam het huis over. En ik ben die serie gaan bouwen rondom een gezin wat in een lockdown situatie zit. En duiven die steeds meer ruimte nemen. En uiteindelijk is dat dit verhaal geworden. Jasper Doest werd eerder al bekroond voor zijn natuurfotografie. Onlangs verscheen het boek over Flamingo Bob, dat afgelopen weekend ook op Thuisbasis Curaçao werd gepresenteerd. Gisteren is de loungeparty geweest op Curaçao. Kon ik helaas niet bij zijn. Maar ook daar is weer goed geld opgehaald voor natuurbescherming. Dus dat is te gek. Na bekroond werk over exotische dieren, nu dus twee doodgewone duiven in en rond het huis van de familie Doest in Vlaardingen. Super intelligent, duiven. Ja, dat is onvoorstelbaar. Heel eigenwijs. Leren ook heel snel hun weg kennen. Dat merkten we ook in huis. De eerste paar keren waren ze redelijk in paniek op het moment dat ze de woonkamer inkwamen en wilden dan meteen richting het raam. Zien ze een grote lichte vlek, dat is de uitgang, maar dat was het dus niet. En niet veel lang daarna liepen ze gewoon keurig terug naar de keuken en hop, richting het balkon. Nee, ze zijn ontzettend slimme dieren en hebben een heel negatief imago wat eigenlijk niet terecht is. Wat is de kracht van de foto's? Wat is de kracht van de serie? Ik denk ten eerste dat het een verhaal is over het afgelopen jaar, over lockdown, over corona. Maar dan met een positieve touch, met een net als Flamingo Bob, een verhaal over empathie, over samenleven, over delen. En ik denk dat dat nieuws is wat we wel konden gebruiken dit jaar. In de categorie Nature Stories zijn er nu uiteindelijk nog 3 over. En daarmee moet ik dan strijden en wordt 15 april de uitslag bekendgemaakt. Wat het uiteindelijk wordt maakt me niet zo heel veel uit, maar ik ben blij dat ik erbij zit dit jaar.